Welkom in onze slaapkamer. Ik dacht, het is misschien wel leuk om een tour te geven van hoe onze slaapkamer er op dit moment eruit ziet. Ik ben een persoon die heel vaak van decoratie verandert, dus het leek me wel leuk om de huidige setting, de huidige decoratie vast te leggen. Dus mocht je benieuwd zijn, kijk dan vooral verder. Dit is wat je ziet als je de kamer binnenloopt. We hebben geprobeerd om het zo rustig mogelijk te houden qua decoratie-elementen. Als je binnenkomt heb je als eerst dit, een kapstok, en hier heb ik een kerststok hangen en een badjas, of nou ja, een ochtendjas. Dit gebruiken we niet heel veel. Hij was laatst ook nog van de muur afgevallen en een klein beetje beschadigd. Maar dit gebruiken we af en toe als we kleding willen ophangen. Als je de hoek omgaat zie je dit. Dit is de kant van mijn vriend en aan de muur hebben we twee posters hangen, twee dezelfde, want ik vond het wel leuk matchen. En hieronder hebben we een kast van de IKEA met wat manden en we hebben niet heel veel bijzonders erin zitten. Hier is een deken, nog meer kleden, ik hou wel van variatie. Hier is een mand met verschillende beauty- en verzorgingsproducten, meer een beetje een voorraadje. En dit is een kledingmand. Hier zit de kleding van mijn vriend in. Over mijn vriend gesproken, hier staat zijn gitaar. Hij stond eerst in de woonkamer, maar vanwege de hond hebben we ervoor gekozen om hem eventjes in de slaapkamer te plaatsen. Hier zie je ook nog iets heel erg leuks. Dit is namelijk een beamer, want we hebben een hele grote witte muur hier. Dus als we zin hebben om iets te kijken, staat deze beamer aan. Dan is dit zijn nachtkastje. Er staat een lamp op, een fles water, een e-reader, een mandje met allemaal spulletjes. Dit is ons bed en het heeft enorm veel kussens. We hebben één slaapkussen, of nou ja, ik heb twee slaapkussens en de rest is meer voor de sier. Ik moet wel zeggen dat twee kussens weg moeten, want we hebben recentelijk twee nieuwe hoofdkussens. Maar we zijn een beetje aan het uittesten welke kussens we willen houden, dus vandaar dat het een gezellige volle boel is. En op bed hebben we ter decoratie dit dienblad. Dit is handig voor als je bijvoorbeeld ontbijt op bed wilt hebben of vanuit bed wilt werken. En nu ligt er een boek op. Dit boek moet ik nog lezen. Dus dit is ook een beetje een reminder voor mezelf dat ik hiermee moet beginnen. En voor de rest hebben we het bed gewoon simpel gehouden. Lekker neutrale dekbed. We hebben wel wat variatie, dus ik heb ook nog twee andere soorten. Een groene en een beige grijs tint. Maar alles houden we lekker rustig. Dan gaan we door naar mijn kant van het bed. En dit is mijn nachtkastje. Hij staat best wel vol, maar ik probeer niet te veel prulletjes erop te hebben. Het lukt niet helemaal, maar het is wel een soort van georganiseerd. Ik heb hier een vaas, wat officieel een whiskykaraf is. Met allemaal pluimen erin. Mijn nachtlampje. Een schaaltje met wat sieraden, mijn drinkfles en dan hebben we hier ook een mandje met allemaal ja, random dingetjes van elastiekjes, haarklemmen, nagelvuil, potje met crème. Dus dat heb ik allemaal in dit mandje. Dit is mijn slaapspray. Dit spray ik altijd op mijn kussen. Daarachter nog een laadstation voor mijn telefoon en Apple Watch. Dan heb ik hierachter, heel mooi, maar dan heb ik hierachter nog een poster. Meer om de leegte op te vullen. Aan de andere kant van de kamer hebben we dit hoekje. We hebben een lamp ter decoratie met wat sfeerverlichting. Ik kan de kleuren ook aanpassen naar rood, geel, groen, noem het maar op. Maar dit is de mooiste setting voor in dit hoekje. Dan deze kast. De inhoud is een beetje rommelig, dus dat laat ik even voor wat het is. En op de kast hebben we een spiegel, een vaas met wat pluimen en lichtjes. Die lichtjes die horen niet bij, maar die heb ik er doorheen gedaan. Want ik vind het wel leuk als het wat sfeer geeft. Dan heb ik even een geurkaarsje, een tissuebox. Ik vind het altijd fijn om overal in het huis tissues te hebben. Maar ik vind die boxen van zichzelf altijd zo lelijk. Dus zo'n tissuebox is echt top. Ook nog eventjes een overzicht vanuit een andere hoek van de kamer. Ik zei natuurlijk eerder dat we een beamer hebben. Dus die schijnt dan mooi naar deze witte mooie muur.
En dan lijkt het alsof je gewoon een thuisbioscoop hebt. Iets wat ik altijd vergeet te laten zien is de lamp die aan het plafond hangt. We hebben spotjes, alleen hij is een beetje gek bevestigd. Op zich maakt dat niet heel veel uit, want ik kijk niet heel vaak naar boven. Maar ik zit erover na te denken om de lamp te vervangen. Spotjes zijn op zich al prima, maar geeft niet heel veel sfeer. Dus ik zat erover na te denken om iets van een rotanlamp te doen, maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar voor nu is dit onze lamp. Wat je eigenlijk wel al hebt kunnen zien, maar wat ik niet heb verteld, is dat deze kamer twee verschillende kleuren heeft. Wit en een beige zandkleur. Deze muur heeft die kleur en ook de muur hier. Want we hebben bewust ervoor gekozen om maar twee muren te doen, want dan breekt het toch een beetje. Ik ben ook echt blij dat we kleur hebben toegevoegd aan de slaapkamer, want ik ben zo gewend om alles wit te houden. Maar dit zorgt toch wel voor meer sfeer. Dit was dan de tour van onze slaapkamer. Mocht je nu zoiets hebben van Sabrina, ik heb iets zo leuks gezien in je slaapkamer. Ik ben echt benieuwd waar het vandaan komt. Laat dan vooral een reactie achter en dan beantwoord ik je vraag. En ja, dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!